Wat is het geheim van een goede relatie? Laten we relatie definiëren. Een relatie is dat je je relateert aan iets. Aan iets of aan iemand. En laten we beginnen met de relatie met jezelf. Weinig mensen hebben een liefdevolle relatie met het zelf. Als we kijken naar hoe we opgegroeid zijn, hoe we geconditioneerd zijn, hoe we geprogrammeerd zijn, is de gemiddelde mens geprogrammeerd met angst, afweer, vermijding. En dat zie je terug in verslavingen. Dat zie je terug in onvermogen om te communiceren over gevoelens, onvermogen om jezelf uit te drukken, onvermogen om te genieten van het leven, onvermogen om te doen wat je nou echt wil doen in het leven. De meeste mensen zijn zich aan het aanpassen, aan het pleasen. Weinig mensen staan in hun kracht. Dus wat is een goede relatie? Dus dit zijn feiten die ik net opnoemde. De meeste mensen hebben, tussen aanhalingstekens, problemen. Problemen met het geven en ontvangen van liefde. Zichzelf zijn, zelfliefde, van een ander houden. We zitten in voorwaardelijke liefde. Er is geen onvoorwaardelijke liefde. Wat is een goede relatie? Wat is een goede relatie met jezelf? Wat is een goede relatie met een ander? Wat is een goede relatie met de dingen om je heen? Wanneer we het bewustzijn plaatsen in spiritualiteit, gaat spiritualiteit over bewustzijn, aanwezig zijn, bewust dingen doen, voelen, communiceren, leven. Spiritualiteit gaat over waarnemen. Het gaat over aanwezig zijn in de diepe lagen van het leven. En spiritualiteit gaat over goddelijke liefde, goddelijke kracht. En dan komen we uit bij het punt creatie. Wij zijn creators, wij manifesteren onszelf. Wij manifesteren relaties om ons heen, wij manifesteren de wereld om ons heen. Hoe meer ik van mezelf houd, hoe positiever mijn relaties zijn met anderen, hoe meer ik in een omgeving leef die dienend is voor mij. Hoe meer ik mezelf afwijs, hoe meer ik mezelf verlaat, hoe destructiever de relatie is met mezelf, dat zie je terug in de relaties om mij heen. En dat zie je ook aan het leven om mij heen. Er is mogelijk meer eenzaamheid. Het gevoel dat je niet begrepen wordt, dat je er niet bij hoort. Dat je alleen bent. Dat mensen tegen je zijn. Een goede relatie creëer je. Een goede relatie met jezelf creëer je zelf. En een goede relatie met een ander creëer je zelf. Maar wanneer we het spreken over een relatie met een ander, relaties creëer je, dus dat doe jij samen met een ander. Wat is een goede relatie? Wie wil jij zijn? Wat voor persoon ben jij? Wat heb jij te bieden? Wat zijn je talenten? Wat zijn je gaves? Wat zijn je krachten? Wat zijn je kwetsbaarheden? Een goede relatie met jezelf is jezelf kennen, jezelf begrijpen, jezelf kunnen uitdrukken op een manier dat anderen begrijpen hoe het met je gaat. En dat is al iets moeilijks in het leven. Hoe geef ik woorden aan dat wat ik voel? Hoe geef ik woorden aan dat wat ik denk? Hoe geef ik woorden aan de expressie die ik van binnen voel? Wat voel ik eigenlijk van binnen? Dus wat is een goede relatie? Ik ben de creator van mijn leven. Ik wil een liefdevolle, zorgzame relatie met mezelf. En ik wil liefdevolle, zorgzame relaties om me heen. Ik wil gelijkwaardigheid, harmonie, vrede, liefde, warmte, gezelligheid. Dus onze gedachten en onze gevoelens hebben een kracht, bezitten een power.
Een goede relatie overkomt je niet. Een goede relatie maak je. Jij en ik samen. Wie ben jij? Wie ben ik? Wat heb jij nodig? Wat heb ik nodig? We hebben allemaal tijd en ruimte voor onszelf nodig. De beste relaties zijn mensen die op hun eigen benen staan, weten wat hun eigen krachten en talenten zijn en dat kunnen inzetten om elkaar aan te vullen, elkaar te ondersteunen. Ik ben er voor jou zodat jij kan thriven en ik ben er voor jou zodat jij kan thriven, dat jij kan opstaan, dat jij kan groeien. Ik ben jouw spiegel. Relaties zijn in ons leven, vaak zijn het ook zielencontracten. Zielencontracten om mee te groeien, om van te leren, om mee te leven. En sommige zielencontracten zijn heel kort en sommige zielencontracten zijn heel lang. We zijn energetisch allemaal met elkaar verbonden. Wat er in de wereld gebeurt, heeft effect op jou. En jij hebt effect op de wereld. Jij in je eentje kan een positieve impact brengen. De relatie met jezelf mag zuiver zijn. Liefdevol, bekrachtigend, ondersteunend. Niet jezelf afwijzen, niet jezelf verlaten, niet jezelf naar beneden praten. Je negatieve overtuigingen zijn niet meer nodig. Wat zijn goede relaties? Wat is een liefdevolle relatie met jezelf? Er zijn zoveel mensen die het leven zwaar vinden. Er zijn zoveel mensen die eenzaam zijn. Ik zie de mooiste zielen met prachtige talenten en gaven, alleen niet weten hoe ze met hun gevoelens moeten omgaan. Niet kunnen verbinden. Niet in die onvoorwaardelijke liefde kunnen stappen. Want het is spannend, het is eng om jezelf te laten zien, om bloot te zijn. Om je diepste geheimen op tafel te leggen. Je eigen behoeftes, je eigen verlangens. Bang om afgewezen te worden, verlaten, pijn te ervaren. Er zijn zoveel mensen die leven in angst en zijn aan het overleven en niet aan het leven. Dus wij relateren ons aan dingen. We relateren ons aan dieren, aan de natuur, aan het leven. Er is een gehechtheid. En ook aan ons om weer te onthechten. Maar een goede relatie creëer je. Een goede relatie met jezelf. Jij bent de ware liefde. Als jij niet ware liefde bent, hoe wil je dan ware liefde buiten je aantrekken? Ware liefde ontmoet ware liefde. Zuivere liefde ontmoet zuivere liefde. Bewustzijn ontmoet bewustzijn. Zielen ontmoeten zielen. Als dingen zo moeten zijn, komen dingen bij elkaar. Mensen komen op je pad om een reden. Maar onthoud dat jij een creator bent. Praten, bewust zijn, voelen. Elke relatie creëer jij samen met een ander. Ben je bereid om elkaar naar een hoger level te tillen? Spirituele relaties, vriendschappen, werkrelaties, romantische relaties, familierelaties. Ben je bereid om naar een hoger niveau te gaan? Dan mag je 1, werken aan jezelf. En 2, open en kwetsbaar en krachtig zijn richting een ander. Liefde is niet alleen maar aanpassen en pleasen. Liefde is in je kracht staan, grenzen stellen. Liefde is zeggen, ik hou van jou, maar tot hier en niet verder. Liefde is vallen en opstaan. Relaties zijn niet altijd liefde. Maar liefde is iets wat je in een relatie brengt. Je brengt liefde in een relatie. Je staat open voor elkaar, je houdt van elkaar. Liefde is de sleutel tot groei. Liefde is de sleutel tot samen zijn. Liefde is de sleutel tot creëren, manifesteren, onthechten. Liefde is de sleutel. Liefde is de sleutel. Wat is een goede relatie? Wanneer de intentie met liefde wordt bekrachtigd.
en twee mensen samenkomen en bereid zijn om elkaar naar een hoger level te tillen. Ik ben er voor jou en jij bent er voor mij. Doe wat jij moet doen. Ik doe wat ik moet doen. Onafhankelijk. Eigen kracht. Eigen gaven. Eigen talenten. Zelfliefde. Zelfrespect. Zelfacceptatie. Zelfvertrouwen. En in goede relaties helpen we elkaar daarbij. Ik help jou. Om van jezelf te houden. Om in jezelf te geloven. Ik ben hier. En jij mag dat doen. Open je hart. Praat. Deel. Samen. Met je hogere zelf. Je ziel. Een goede relatie. Zit binnenin jou. Je hebt iemand om voor te zorgen. Je hebt iemand om te beschermen. Er zit iemand in jou waar je van kan houden. Hou van jezelf. Dat is de allerbeste relatie die er is. Hou van jezelf. Gun jezelf het allerbeste. Maak die verbinding met je ziel. En weet dat alles wat bij je hoort naar je toe zal komen. En dat jij de creator bent van je leven. Wat is een goede relatie? Aan jou om dat te ontdekken. Aan jou om dat te voelen. Aan jou om in dit leven je weg te vinden. Wat is een goede relatie voor jou? Waar kom jij tot je recht? Waar kan jij jezelf zijn? Ontdek. Experimenteer.